Dat zometeen. Nu eerst. De diefstal van airbags is de laatste tijd populair in onze provincie. Alleen al in Etten-Leur zijn er in de afgelopen dagen 15 auto's opengebroken en ontdaan van die airbags. In bijna alle gevallen waren auto's van het merk Opel het populairst. Volgens de politie gaat het hierbij niet om een trend. Een trend is het niet echt, want het is iets wat eigenlijk in de afgelopen jaren al meerdere keren is voorgekomen. Wat wij ook al meerdere keren voorbij hebben zien komen. Dus ja, van een trend kan je dan niet echt meer spreken. Maar we zien wel dat het op verschillende momenten, op verschillende plekken in het land gebeurt. Dus ja, we zijn daar niet de enige regio in ieder geval. Bij autoschadebedrijf Evers in Etten-Leur kwamen alleen al afgelopen week 5 auto's binnen waarvan de airbag ontvreemd was. Maar je hebt een schade, als je een schade rijdt en je rijdt tegen een paaltje, kan er de airbag al uitkomen. En dan heb je aan de buitenkant weinig blikschade. Maar aan de binnenkant heb je dus al een schade van een airbag die eruit komt van inkoop, €1100. Dan moet die nog ingebouwd worden. Dus dat is vaak een hele hoge kostenpost om een schade te herstellen aan een schadeauto. En als je die dus dan op die manier kan krijgen, dan scheelt dat een hoop in de reparatiekosten. Het gaat voornamelijk om Opels, heb ik begrepen. Ja, we hebben nu de meeste Opels binnenstaan. Er staan ook een Audi tussen, maar het zijn meestal de Opels die dit keer de airbags ontvreemd zijn. En waarom? Kunt u dat misschien vertellen? Bij de Opel Astra is een airbag heel duur. Een Opel Astra airbag die kost rond de €1100, alleen de airbag. Dus dat is waarschijnlijk de reden dat die ontvreemd zijn. En zijn Opels ook makkelijker te openen in die zin? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het echt gewoon op bestelling gaat. En ze weten op die manier een deur te forceren. Daar hebben ze zich waarschijnlijk op gespecialiseerd. En daarom is Opel dit keer aan de beurt. Het gaat tot nog toe om 19 aangiften en hoofdzakelijk om Opel Corsa's en Astra's. Voor de dieven zijn de airbags erg interessant, omdat ze tweedehands nog €600 tot €800 kunnen opleveren. De airbags zijn wel uniek en zijn dus niet in andere auto's te gebruiken. Volgens de politie is het niet uitgesloten dat het hierbij om een bende gaat. Nou, wat we nu zien is dat het eigenlijk in 3 verschillende nachten in verschillende wijken in Etten-Leur en in Sint-Willebrod is gebeurd. 2 nachten in Etten-Leur en eentje in Sint-Willebrod. Ja, het zou wel heel toevallig zijn als dat allemaal verschillende mensen zijn die binnen een week op het idee komen om dit te gaan doen. Dus we gaan daar wel van uit, maar dat moeten we natuurlijk nog wel even onderzoeken. En wat raden jullie aan om daar tegen te doen? Wat kunnen mensen doen om zich daar tegen te wapenen? In sommige gevallen is natuurlijk je auto zo goed mogelijk in het zicht zetten. Inbrekers hebben over het algemeen natuurlijk een hekel aan lang werk en aan licht. Dus kun je je auto binnenzetten, zet hem dan in ieder geval binnen. En anders op een lichte en toegankelijke plek. Zodat mocht er nou 's nachts iemand nog met zijn hond rondlopen of er fietst iemand voorbij, dat je auto gewoon goed in het zicht staat. Hier gaan we langs. En dan gaan ze zo omhoog. En dan, ja, dan wordt het even goed. En de schoendraad is nou te kort. En dan komt er bij die veer. En dan schiet je gewoon eruit. Er zijn gewoon de draden vanaf. Dus ja, het moet allemaal nieuw op. Nou, dat zou voor een hoop overlast. Overlast, ja. En een hoop geld. Een hoop geld, ja.